Hallo allemaal, welkom bij TCG en Toys. We hebben weer iets nieuws. We hebben Skyfire van 51 de Ultra Prima Collection Box van Mew. We komen met drie mooie full kaarten, zie je dat? Een playmat zelfs, een deckbox, kijk dat er allemaal erin zit. Oh, die playmat, die wil ik de volgende keer wel gaan gebruiken. Conditie maken. Zal ik het gewoon bij deze laten? Ik houd het gewoon bij deze. Hij is van een beetje andere materiaal dan. Kijk dan mooi. Ik kan het afhalen. Ho, 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 ho. Is andere materiaal of zo? Moet je kijken, deze valt erin zo. Huh, daar gaat het bij. Wow. Daar gaat mijn kaart. Wow. Je ziet het niet goed. Ik zal hem even meer omhoog maken. Kijk dan. Wauw, mooi hè. Hier zitten dan kaarten in. Ik ga hem eruit halen zo. Wow. Oh, hij zit een beetje klem. Dit is een golden. Dit is een golden kaart. Je hebt ook met die met de Prime Collection Box van Celebration. Had je die golden Pikachu en de golden... Ja, en dit is dan de golden kaart van die heb ik dan boven op mijn kast staan en doe ik hem hierin en dan staat hij boven op mijn kast en dit is wel heel erg mooi gemaakt om jouw promo kaart in op te slaan. Wat hebben we hier nog meer? Ik kan het niet eruit halen. Dan gaan we naar beneden weer draaien. Hier zie je alles wat erin zit. De Mew. Oh, deze is wel heel vet. Deze is wel heel erg mooi, deze promo kaart. Het is een promo kaart. En dan hebben we ook nog de codekaart die voor jullie kregen. Deze promo te ontlokken. Deze kan je hier instoppen. Ik kan de display houden. Misschien hou ik hem al display. En de promo Mewtwo kaart. Deze heb ik wel gezien dat je deze kaart in de Japanse set. Maar niet in de normale set. Drie kaarten in deze box. Wat hebben we nog meer? We hebben hier een deckbox. Een coin. Van Mew. De Vitus. En natuurlijk een deckbox. Met een divider erin. Van 151. We hebben hier alle packs. Maar we hebben hier ook nog de hele mooie playmat. De playmat ziet hetzelfde uit als deze voorkant. Met de Mew en de dinges. Ik laat hem lekker in verpakking. Mocht je hem een keer zien, dan zie je hem op de achtergrond gebruiken. En bakjes. Dit kan je eruit halen. En dan kan je ook dingen gaan opbergen. Dat is heel erg handig. Voor sommige collectors. 16 pakjes. Deze leggen we hier neer. Gaan we inzoomen. Camera wat draaien. 16 pakjes. En 16 pakjes openen. Let's go. Kijk, gewoon nog het nieuws uit. Goeie poes, hoop ik.
mooie special illustration pools. We hebben een Gastly, Paris, Voltorb, Krabby, Persian, Mak, Venonet. Oeh, ching 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 ching, de Zapdos EX. Een Venusaur. Twee van de prijs van één. Deze Zapdos heb ik nog niet. Hij is wel heel vet hoor. Dan twee. Deze gaat zoals je kent in mijn sleeve die ik in mijn bijnen doe. Dat zijn deze soort sleeves. En deze doe ik gewoon in een penny sleeve. Want ik ruil hem of koop hem voor degene die ik nog nodig moet hebben. Gelijk bij de eerste pool heeft een Zapdos. Let's go. Tweede. Psyduck. Psyduck. Hoe goed kunnen jullie Psyduck inventeren? Ik ben wel weg. Ik heb wel een aantal. Muk. Oeh, Tangela en een Gengar. Had ik iets nog nodig? Ja. Dat is ook een voor mijn bijnde. Twee nieuwe voor mijn bijnde. Ziel. Sommige Pokémon's kan ik wel een Machop. Watata. Man, die poes gaan lekker, joh. Wow, Blastor, 3 uit 3. Oh my god, 3 uit 3. 3 pakjes, 3 poes. 4 poes eigenlijk. Ja, die poes gaan erg lekker nu. Doduo, Psyduck en een Weezing. Ah. Nou, maar geen poel. Maar dat maakt niet uit. Je kan niet ieder pakje een poel krijgen. Venomoth. We hebben een Farfetch. Een Old Ember. Een Ditto. Pikachu. Hound. Krakenai, Execute, Dragonite. Ik vind het ook wel heel mooi. De NG-kaarten. Chameleon. Krijg ook nog een Charizard. Paraspel Sect. Lickitung. Wind Dragonite. Staryu. Tja! Snorlax. Bloom. En een Jolteon. Let's go. Next. Giovanni Charisma. Gabo. Een Arcanine. Mattata. Chelsea. Er zijn ook dingetjes wat je denkt van mezelf. Oh ja. Bulbasaur. Hot Ember. En Articuno. Nou, tijd voor nog een pool. Kom op. Energiestikken. Abra, Execute en Electrode. Kom op, tijd voor een pool. Trendonet.
Kakuna, Haunter, Executor, Psyduck en Eximix. Waarom niet? Dat heb ik ook al. Wat zijn er wij? Vijf poes totaal. En dan gaan we nog eentje erbij. Wat is? Boom! Wat? Nieuwe specials, twee Sinaat, Giovanni, Charisma en een Melweb. Oh, twee Illustration Art. Dat zijn al zes. Nog drie. Twee Special Illustration Art. Maar niet de Challenge Art. Die zoeken we juist, hè? De Challenge Art. Omastar. Mankey en een Moltres. Nou, zo twee. Zubat, Goldeen, Pimpimbell. Lemon Steel. Omanyte. Die moet ik ook nog hebben. En een White Leaf. Omanyte is ook nieuw voor in mijn binder. Nou, wat die dat hebben we al. Oeh, laatste pakje. Laatste kans. Die gaat weer hierheen. Dat is wel special energy is. Whippinbell. Gastly. Paris. Otto. Parasect. Cloyster. Mr. Mime. En Gloom. En als laatste hebben we een Gyarados. Nou, uit onze packs. 7 kaarten. En natuurlijk 3 mooie energy kaarten. Oh, waar een 5 nodig moet hebben. Ik ben er best blij mee. 16 pakjes, 7 hits. Nou. Wat vind jij? Ik ben er best blij mee. Dus wil je niks missen? Allereerst op mijn kanaal. En hopelijk de volgende keer gaan we verder met 151. Tot dan. Bye bye. Doei.